Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Hallo allemaal en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het wordt een 1 à 2 daagse vlog. Het is nu vandaag vrijdag 6 september. En ik doe het met een reden om een beetje voor te werken. Mocht het nou namelijk een keer niet uitkomen dat ik in één keer niet kan vloggen, dan lopen er wel wat video's voor. Dus dan heb ik niet gelijk een week geen video. Dus vandaar. Het wordt weer waarschijnlijk een korte vlog. Maar joh, ik kan de hele dag door vloggen vandaag en morgen. En zondag edit ik hem dan. Even dit gauw dicht doen, want het is een beetje een hobbeltje. Het is voor mij vandaag dus vrijdag. Het is onderhand al middag, het is 1 uur, bijna 1 uur. En ik ben de hele dag op zich een beetje bezig geweest. Ik heb mijn weekvlog geëdit. Nu moet ik straks nog uploaden. Ik heb boodschappen gedaan vanmorgen. Een beetje gewoon lekker aan het rommelen geweest. Mijn camera een beetje recht getrokken. Ik moet douchen, mijn haar is super vet. Maar ik denk dat ik morgenochtend lekker ga douchen. Ik heb vandaag bij de winkel kruidnoten gehaald. Dus ik koop gewoon nog kruidnoten. Ik wist het wel, maar ik ben nu blij dat ik er zelf ook een zak heb. Oh ja, en deze. Oh, toffiefee. Oh, dan kijk ik echt in één keer een heel doosje van leeg eten. Dat vind ik zo lekker. Maar ik kwam dus kruidnoten tegen. Toen dacht ik, oh wauw. Ja, die ga ik meenemen. Dat is lekker. Dus ik heb kruidnoten meegenomen. En ik heb trouwens mijn achtergrond net van mijn telefoon veranderd. Een super grappige foto van Brooke en Sunny van Roadtrip. Ik moet zo lachen om die foto elke keer. Het maakt me gewoon echt aan het lachen als ik die foto's zie. Dus ik dacht, Thomas, achtergrond, gezellig. Ik heb net een lekker gebakken eitje gegeten als lunch. Het was wel lekker. En ondertussen ben ik gewoon nu lekker een beetje aan het chillen en aan het relaxen. De camera heeft nog 1 batterij, dus die ga ik zo wel even opladen. Dan weet ik in ieder geval dat het safe is voor morgen. Er staat niet zoveel op de planning. Ook morgen totaal niet. Maar ik denk, ja, weet je, ik wil wel een beetje soort van vloggen. Er is totaal niks te doen, maar ik ga wel vloggen. Maakt me niet uit. Ik ga lekker een zakje kruidnoten opeten. En ik denk lekker even een YouTube video kijken. Of misschien een film op Videoland of een serie of zo. Geen idee. Mijn auto ziet er vandaag trouwens niet uit. Ik heb deze trui aan waarvan ik eigenlijk ook de joggingsbroek heb. Maar ik vind het vreselijk om dat te matchen. Dus ik heb deze gewoon chillbroek aan. Maar ik heb hoge zwarte sokken aan. Dus ik lijk net een beetje een zwarte piet met van die pofbroeken. En dan van die zwarte sokken. Want mijn sok zit hier. Dus ja. Ik zie er niet echt charmant uit. Maar ach. Het is vrijdag. Ik ben vrij. Volgende week begint school pas. Deze week niet. Dus dat is op zich wel lekker. Dus ik kan er nu gewoon lekker bij komen. Gisteren had ik echt een dag. Ik heb natuurlijk maandag, dinsdag, woensdag stage gelopen. En gisteren had ik echt een dag dat ik dacht, oh my god, ik ben zo moe. Maar ik denk dat het ook puur komt door al. Je hebt natuurlijk nog niet heel veel gedaan. Maar alle informatie, dat doet hem ook wel hoor, vind ik. Daar word je ook wel moe van. Dus ja, volgende week eigenlijk mijn allereerste volle week. Ik ben heel benieuwd. Ik voel me tot nu toe gewoon echt wel oké daar. Ik voel me wel lekker op mijn plekje. Ik denk dat ik daar wel veel dingen kan doen en dingen kan leren. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik jullie even snel nu in een kleine notendop in een paar minuutjes wilde meegeven. Ik ga jullie gewoon lekker dit weekend meenemen. Tenminste vandaag en dan morgen. Want zondag wil ik deze video editen, want dan ben ik daar gewoon klaar mee. Ja, dat was hem eigenlijk. Ik ga mijn kruidnoten eten. Lekker! Goed, ik loop even buiten. Struiken. Kijk dan, dit is zo leuk. Ik loop even buiten. Ik moet een paar dingetjes regelen en halen. Daarna ga ik gewoon weer lekker naar huis hoor. Maar ik moet even een paar dingetjes doen. En als ik dat heb gedaan, dan ben ik ready. Ik ben een beetje hangerig vandaag. Nou, is gisteren. Nog steeds een klein beetje moe, maar goed. Komt vast wel goed. Ik ga hier weer oversteken. Toch gaat het om de oversteek te gebruiken. Dus ik ga gewoon over de weg, maak het uit. Ja, ik ga even een paar dingen halen. Meer heb ik niet te melden, dat was het. Goed, het is inmiddels avond. Het is echt al over 10. Het is 10:10. Ik sta nog heel charmant in mijn ondergoed. Ik ga me even gauw omkleden, mijn pyjama en dan ga ik slapen.
Ik wil mezelf aanleren de komende tijden niet te laat te gaan slapen en ook niet te laat op te gaan. Puur om het feit om me een beetje vast te houden aan die tijden. Want ik bedacht me net ook al, we hebben natuurlijk nu 4 dagen vrij. Ik had gisteren vrij, ik heb vandaag vrij en ik heb zaterdag en zondag natuurlijk vrij. En dat zijn wel momentjes dat ik denk van, heb ik nu een lange periode vrij? Dan is de klap waarschijnlijk maandag, dinsdag, woensdag dat ik om 7 of om 5 uur op moet. Veel harder dan dat ik nu gewoon een beetje op tijd naar mijn bed ga en een beetje op tijd op ga. Dus dat ga ik morgen ook gewoon doen, zaterdag of geen zaterdagavond. Ik ga vanavond gewoon een beetje vroeg slapen. Het is nu 10 uur. Is een redelijke tijd. Ik ga er morgen ook gewoon op tijd uit. Ik ga niet laat uitslapen of zo. Morgenochtend ga ik nog wel een paar dingen doen. Ik moet een paar video's opnemen en editen en alles. En als ik dat heb gedaan, dan ben ik daar gelukkig ook mee klaar. Dus ja, ik ga even lekker me omkleden en dan ga ik lekker slapen. Ik ben best wel moe. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van wennen aan tijden. Want nu heb ik bijvoorbeeld weer uitgeslapen. Dat ik denk, ja, had ik ook niet moeten doen. Hallo allemaal. Het is inmiddels zaterdag. En ik weet dat ik gisteren heb gezegd dat het allemaal drukke dingen ging doen 's morgens. En dat ik dan jullie vervolgens op de hoogte zou brengen. Blabla. Het loopt allemaal anders. Als je kan zien, ik heb tranige ogen. En dat heeft een reden. Namelijk, het gaat niet goed met Cody. De hond. Cody is de laatste tijd al heel erg aan het tobben. Hij zit eigenlijk al jaren vol met gezwellen. Wat wij denken kankergezwellen. Maar ja, dat is nog maar de vraag of het echt zo is. Maar goed, hij zit dus de laatste tijd gewoon heel erg onder. En het gaat gewoon niet helemaal lekker met hem. En nu helemaal niet. Hij heeft heel veel pijn. Hij heeft sinds pas een soort plek op zijn bil. Ik ga het jullie even laten zien. Dit is de plek. Wat wij denken, het lijkt een soort absces, maar dat heel erg dik is. En Cody zit al jaren vol met abscessen en dingen. Maar normaal gesproken heeft hij daar niet zoveel last van. Maar nu schijnbaar wel. Hij eet niet meer, hij drinkt niet meer. Hij loopt heel moeilijk. Dus de kans is groot dat dit straks in één keer eindigt in een iets minder verhaal. Ik hoop het natuurlijk niet. Maar ja, we weten het niet. Ik ben hier nog thuis. Het is echt een zooi. We hebben alles losgelaten waar we mee bezig waren. We waren in de keuken bezig. We waren hier in de woonkamer bezig. De hele kleine tafel ligt helemaal vol. We hebben alles in één keer losgelaten. En mijn ouders zijn nu naar de dierenarts. En ik blijf heel even bij de papegaaien. In de hoop dat Cody straks levend terugkomt. Want de kans is aanwezig dat mijn moeder straks zegt, jongens, dit gaat niet meer, dit hoeft niet meer. Beestje heeft pijn. We kunnen hem nu wel weer voor dezelfde keer pijnstillers gaan geven, maar het doet niet echt iets. Het verbetert niet. Het beestje gaat alleen maar slechter. En ja, de kans is dus aanwezig. Weet je, Cody is ook al best wel op leeftijd. En ja, voor mijn moeder is het gewoon heel lastig, want het... Cody is nog het enigste wat mijn moeder van haar opa over heeft, van mijn overgrootopa. En ik snap dat mijn moeder nu... Mijn moeder heeft het hier extra moeilijk mee, want het is gewoon van mijn opa geweest, mijn overgrootopa geweest. En ja, de kans is er aanwezig dat dat er straks niet meer is. En dat is het laatste levende wat we nog van hem over hebben. Dus ja, het is gewoon allemaal heel raar. Het gaat in één keer heel krom en... Ik weet ook niet wat er allemaal verder... waarom het nu in één keer zo om moet slaan. Maar goed, in ieder geval mijn moeder en mijn vader zijn naar de dierenarts. Over 10 minuutjes moeten ze er zijn. Ze zijn net weg. Het is heel dichtbij gelukkig. Dus ja, zit hier mee jongens. Ik hoop dat we zometeen goed nieuws krijgen. En dat hij zometeen gewoon weer een soort van op zijn manier binnenkomt huppelen. Maar de kans is aanwezig dat dat... niet zo is. En ja, ik weet dat over misschien een half uurtje, 3 kwartier. En jullie zien dat zo over een paar seconden al. Goed. Ik heb goed nieuws, jongens. Het is nog niet zijn tijd. Waar ik heel blij om ben. Ik was best wel bang dat dat nu in één keer over zou zijn. Maar hij is er nog. Ze komen nu onderweg naar huis. Ze belden net. Het schijnt dat er inderdaad een klier iets van ontstoken was of zo. Die is net lek geprikt en toen liep al het vocht en alles liep eruit. Hij heeft koorts en er is dus antibiotica bijstelling gegeven. Dus mama zegt dat hij nu eigenlijk alweer gewoon een wekker een beetje aan het hijgen is en aan het doen. Dus godzijdank jongens. Oh, wat kan het in één keer zo raar lopen. Dat is echt
Nee, dat heb je natuurlijk met dieren. Het kan overal wel weer wat gebeuren. Rio, die zit hier ook echt naast me van, wat ben je allemaal aan het doen? Oh! Lief doen! Lief doen hoor! Dus ja jongens, het is nog niet zover. Hij is er gewoon nog. Hij is nog niet ingeslapen. En voorlopig gaan we er ook nog niet vanuit. Hij moet gewoon zo lang mogelijk hier blijven. En ja, that's it. Dat is wel mooi, want dan kan ik eventueel zo alsnog naar Chantal toe. Want ik moest nog even wat ophalen daar. Dus dat gaan we dan zo ook maar gelijk even doen. Goed, met een deels opgelucht gevoel loop ik naar de metro toe. Ik had het vanmorgen eerst afgezegd, want het was groot. Dat ik dus niet erheen kon, omdat ik bang waren dat de code hier moest staan. Dat is gelukkig niet zo. Dus ik ga nu alsnog onderweg naar Vijfsluizen. In de hoop dat ik Chantal daar op tijd meet. Ik ben 2 minuten later weggaan. Ik kan geen erg in de tijd. Maar goed, ik ga nu onderweg naar Vijfsluizen. Ik heb daar nog even gauw wat naar binnen gewerkt. Ik had nog niet gegeten. Maar ja, op naar Chantal, spulletjes ruilen. Wat leuk. Goed, ik ben mijn eigen rot aan het haasten om die metro te halen. Ik heb nog ongeveer 5 minuten. En dan moet ik in de metro zitten. Ik heb het wel gered. Ach, ik zit. Man. Even zijn. Voor de ochtend van de dag. Maar ja, op naar Chantal. Ach wel. De conditie is goed, in ieder geval deze. Oké, goed. Ik ben uitgestapt 1 halte voor Vijfsluizen waar ik Chantal zou zien. Want er kwam net een ontzettende fucking creep naast me zitten. Maar echt creep. Ik oordeel niet veel of snel over mensen, maar dit was niet gezond. Volgens mij was die man ook niet helemaal 100%, maar echt, die man kwam naast me zitten fucking close. En ik ga dingen vragen als, heb je een vriend, bla bla bla, en hoe oud ben je? Ik denk van, vriend, ga weg, dat gaat je niks aan. Maar goed, ik ben uitgestapt, die man is door. Ja, fijn die toch, hè, bla bla, denk ik, oeh, jok. Dus ja, die is gewoon lekker doorgaan in de metro. En ik ben 1 halte eerder uitgestapt en ik pak nu de volgende metro die kant op. Oh, ik kreeg gewoon echt benauwd van die vent. Die vent ligt op zo'n stukje van me vandaan. Ik denk die hele metro is leeg. Ik ga ergens anders zitten, ik kom precies naast mij zitten. Like, oh, dat moet je. Dus ja, ik pak zo de volgende metro. Er komt er zo nog 1 en 2 en 3. Dus kom maar goed. Maar ik voel het wel eventjes een beetje benauwend. Heb ik niet vaak. Normaal pap ik ook wel gewoon aan met iemand als iemand een gesprekje begint. Maar dit? Nee, dit was niet goed. Goed, ik heb het binnen. De Akkers. En ik ben er. Goed, het is inmiddels. Ik heb trouwens niet eens een idee hoe laat het is. Ik ben weer geswitcht van hoesje. Het is. Ik sta overal laten kijken behalve naar de tijd. Het is 7:30. En over 1/2 uur begint Dancing with the Stars met Rutger en allerlei andere sterren die meedoen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even gewoon nog een paar dingen in mijn agenda zetten die ik nog moet gaan doen. Ik ga deze denk ik even kijken hoor. Moest morgen iets doen, maar dan ben ik het er vergeten. Ik wil in ieder geval vanavond nog even die vlog editen, deze. Fijn, mijn pen schrijf niet. Juist. Vlog editen. Dan moet ik hem morgen even uploaden. Dus ik denk dat ik nu dat ook even ga doen. Ik ga mijn laptop en mijn spullen naar boven halen en dat. Goed, ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. Ik ben weer trouwens van hoesje veranderd. Het is 7:30. Ik wil zeggen 5:30. Het is 7:30 geweest. En ik ga de vlog editen. Deze vlog. Zometeen moet ik nog een paar dingen doen. Maar ik ga in ieder geval eerst even het begindeel van
van deze vlog editen. Ik wil graag een keer een video opnemen hoe ik mijn video's edit. Wil je nou zien hoe ik dat doe? Of wil je het sowieso graag zien? Let me know. Datzelfde geldt voor Instagram foto's. Ik edit namelijk niet zo heel veel aan Instagram foto's, maar ik doe er wel wat aan. Ik ben niet zo iemand die een compleet georganiseerde tijdlijn wil hebben op Instagram. Het staat bij mij gewoon allemaal lekker door elkaar. Qua kleurencategorietjes. Maakt me allemaal niet zo uit. Maar ja, dat is eigenlijk... Ik ga mijn laptop pakken beneden en dan ga ik eventjes beginnen met editen. Want dat moet ook gebeuren, toch?